lang geleden toen ik een kind was. Speelde ik tot de avondschaduw viel. Langs welbekende weg ging ik naar huis toe. En hoorde moeders stem wanneer ze mij riep. Kom thuis, kom thuis voor het avondmaal. Weet dat je moeder wacht. Kom thuis, kom thuis voor het avondmaal. Waarom de donkere nacht? Op zekere dag stond ik aan moeders sterfbed. De engelen zongen wonderbaar en schoon. Zij hoorde Jezus stem, keek om naar huis toe. Nu is zijn avondmaal voor Jezus troon. Kom thuis, kom thuis voor het avondmaal. Weet dat de duivel jaagt. Kom thuis voor het avondmaal. Waarom de donkere nacht. Een van mijn mooiste herinneringen uit mijn kinderjaren is als de avondschaduw viel en de zon langzaam aan de horizon onderging, dan wist ik dat het niet lang meer duren zou dat mijn moeder vanaf de trappen van ons oude huis zal roepen: kinderen, kom thuis voor het avondmaal. Er was niet veel aandrang voor nodig om ons speeldoek aan de gang te leggen en snel naar huis te gaan. Deze jaren zijn nu voorbij, maar deze gedachten roepen in mij een waarheid wakker, die mij nog meer aantrekt dan die herinneringen uit mijn kinderjaren. Want ik ben er zeker van dat het niet lang meer duren zal dat de avondmaalsroep vanuit de poorten der heerlijkheid klinken zullen. En dan zullen wij, net als vroeger, gevolg geven aan die uitnodiging voor dat grote avondmaal met al Gods kinderen en Jezus, het Lam Gods. Kom thuis voor het avondmaal. Weet dat de bruigom wacht. Kom thuis voor het avondmaal.